Deze plek brengt me memories. Hulk smash. Weet ik het allemaal nog meer. In ieder geval, welkom bij First Look. Goedemiddag allemaal en welkom bij deze video van First Look 2016. Ja, ik ben er weer als Mario en we gaan naar binnen toe als pers. Ik heb dit keer mijn microfoon bij me. Tot we dus binnen wat beter ook mensen kunnen interviewen en noem het maar op. Waar we allemaal tegenkomen, ik heb geen flauw idee. Ik heb mijn Flareon meegenomen omdat ja, Mario die is nou dus met een vuurmakkertje bij zich. En ja, Mario is ondertussen traditie bij First Look, dus daarom ben ik hier. Mario. We gaan eigenlijk naar binnen toe met de microfoon. Hoop ik dus heel erg een leuke interviews te kunnen doen. Ik zou zeggen, laten we maar naar binnen toe gaan. En kijken hoe druk dat het eigenlijk voor de grap is. Eventjes voor de kijkers die op een telefoon kijken. Het kan zijn tot op het moment dat je op je telefoon kijkt, geen geluid hoort tijdens de scènes met een microfoon. Dit kan verholpen worden door oortjes in te doen of door te kijken op een tablet of gewoon natuurlijk op een computer. Dit heeft te maken namelijk met de settings van een microfoon die naar een camera toe gaan. Dus hou hier rekening mee. Alvast bedankt. Thank you.
Nou, dankjewel mij. En natuurlijk ook heel erg bedankt Kees en Jordi. Hier is hij dan, de Loot Chest van oktober 2016. Ik ben zeker benieuwd wat erin zit. Even nog een noot van tevoren. Deze is dus helaas niet meer te verkrijgen. Als je nu op dit moment een box aan zou vragen, dan zou je de november box krijgen. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Nou, tijd om hem open te maken. Oké, we hebben hem open. Eens even kijken. We hebben hier een Back to the Future keychain. California, out of time, the Golden State. Echt gaaf van Back to the Future. Die is zeker heel erg mooi. En in plaats van nerds hebben we nu Halloween lollies. En die zitten ook echt zo... Wacht even, ik hoop dat dat... We hebben hier eentje, dan zie je dus echt zo de lolly met het brein erbuiten uitsteken. Echt grappig, vind ik wel lachen. En eens even kijken, de loot chest informatie... is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus informatie over Loot Chest. De link staat natuurlijk in de beschrijving. En eens even kijken, wat hebben we hier? Want dit ziet er inderdaad wel heel erg mooi uit. Een Mortal Kombat Bobblehead. Wauw. Dat ziet er niet uit. Oh ja, wacht eventjes. Ik zie het, ja. Hij heeft een heel klein lichaampje en dan nog niet zo'n groot hoofd. Dat is echt een Bobblehead. Volgens mij is dit, voordat mensen boos gaan maken, volgens mij is dit Scorpion. Staat op de achtergrond. Ik als Pieke. Dit is zeker gaaf. Wauw. Echt geweldig. Oké, eens even kijken. We hebben dan nog meer. Ik heb hier een doosje van die Avengers. Welke hebben we erin zitten? Ah, weet je wat? Dat gaan we gewoon openmaken. Gaan we gewoon kijken. Staat het erop? Ga ik wel even kijken. Staat het erop? Screw it. Gewoon openmaken. Van die Avengers. 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 Oh, die heeft ook al zo'n bobbelhoofd. Wie is dit? Ik ken er een paar, maar niet allemaal. Amateur. Staat er niet bij. Even kijken, ik ken er hooguit. Ik zal er zo 7-8 op kunnen noemen, maar ik heb geen flauw idee wie dit is. Laat weten in de reacties, ik vind hem wel gaaf. Dat is ook zo'n bobblehead. Hebben we 2 bobbleheads? Leuk! En dan hebben we... Oh, een t-shirt. Dit is gewoon een t-shirt van Ghostbusters, jongens. Ik hoop dat je hem zo goed... Ik heb hem gewoon zo... In beeld, wauw! Wauw, deze is echt awesome. Wauw! Echt een heel gaaf t-shirt. Eens even kijken, we zijn er nog niet doorheen, nog absoluut niet. We hebben ook nog een luft, ik ga Duits proberen jongens, dat is een ramp. Een luftverfrisser van Batman. Een luchtverfrisser van Batman, ik kan echt geen Duits jongens. Een hele mooie luchtverfrisser van Batman. Dat is wel leuk, met die kip die we ook nog hebben. En natuurlijk hebben we nog iets, en dat is zo'n 3D dingetje, creepy. Ik had liever eigenlijk een andere joker gehad, maar het maakt niet uit. Een joker is een joker. Ik hoop dat het een beetje zo te zien is. Ik probeer het. Je kunt het een beetje zien. Dus ik vind hem zeker awesome. Zeker gaaf. Dus ja, dat zat er in de loot chest van oktober 2016. Wil je nou zelf ook zo'n loot chest hebben? Klik op de link in de beschrijving. Daar staat namelijk, daar kom je bij de website van Loot Chest. Dan kun je zelf een eenmalige box of een abonnement. Kees had het al uitgelegd. Ik leg het nog een keertje uit. Ja, dus ik zou zeggen... Het is elke keer een verrassing wat erin zit. Ik moet zeggen, oktober, ik vond hem hartstikke gaaf.
Dus zeker naar mijn Halloween en alles. Trouwens, speaking of Halloween, nog heel eventjes voordat we teruggaan naar First Look. Deze oktober, de laatste week van oktober, gaan wij naar Spooky's House of Jumpscares. Of Spooky's House of Jumpscares, ik weet niet meer precies hoe dat heet. En daar ga ik elke dag, van maandag tot en met vrijdag, ga ik één video uploaden tot de 200 kamers gaan doen van de 1000 kamers van Spooky's House of Jumpscares. Dat een beetje als Halloween special. Nou, met dat gezegd te hebben, nogmaals Jordi en Kees, enorm bedankt voor deze loot chest. Hij is zeker heel erg leuk. En ik raad jullie echt aan om zelf natuurlijk ook een loot chest te, een keertje te nemen. Ik zou zeggen, probeer het. Misschien vind je zelf ook heel veel leuke dingen. Met dat gezegd te hebben, terug naar First Look. Thank you.
Even zonder microfoon, buiten in de zonneschijn. Oké, jullie hebben dadelijk allemaal kapot scherm, dat zou ik maar niet doen. Dus even een break. Kort samengevat, dit kan ik ook zonder microfoon doen, daar ben ik wel blij om. We hebben nou heel veel leuke beelden al gezien. Dit is een beetje in het middenpunt. We hebben een unboxing gehad van Loot Chest. Hartstikke gezellig. Maar goed, ik ben Speaker tegengekomen, oftewel zoals ik altijd zeg, Pikachu. Hi Pikachu, ik kom heel even hier staan, want de zon staat... Dus jij had iets leuks gekocht. Ja. No! Ik weet niet of jullie hem al in de studio hebben zien hangen. Ik heb deze in de grote versie. Ik snap nog steeds alleen waarom Pikachu er zo nodig bij moet staan. Ja, beetje jammer. Ik had daar de poster voor gehaald. Dus ik ga zo dadelijk heel eventjes kijken of daar misschien nog wat mensen van buiten naar binnen zijn gekomen. Daar moet ik heel eventjes nog naar gaan kijken. Maar we gaan nou nog heel eventjes gewoon gezellig hier de fanmeet voor de mensen die dus toevallig in Utrecht zijn, zoals inderdaad Spica. Hartstikke gezellig. Nou, het is me, Mario. Nou, het is me, Mario. Boom. Hoe is het dood? En hier hebben we onze cameraman. Ik ga even zo in de schaduw voor jou staan dan. Thanks. Nou zien we jou bijna niet. Ja, pech. Pech, pak jij. Slash. Dus dit is degene die dus de hele tijd de camera zo perfect vasthoudt. Dus daar eventjes nogmaals heel erg bedankt voor. Komt eigenlijk nog een keer gezegd. Yay! Klap eraan. Editor, klap even mee. Krijg een heel applaus. Sarcastisch klap. Ik ga jou uit beeld houden nu. Ga alweer weg. Goed zo. Hier is de grens. Nemo. En hij heeft gelukkig dit keer geen doos. Helaas. Er zijn dozen. Bij Mafia, ze geven dozen weg. Maar de return of Adam's waar, waar, waar! Ik heb gestemd, ik geef hem zijn dozen weg. Doos! Jij gaat nu naar die doos brengen. Jij gaat pijn. Nee, niet nu. Strakjes. Rustig. Fanmeet. The return of Aaron Smash. Ik denk dat we inderdaad beter even daar kunnen gaan zitten in verband met de zon is hier irritant. Speech. Beste land gekloten. Ja, ik moet zeggen, 2016 is op zich, dat doen we wel een heel erg leuk jaar. Ik bedoel, 2016, ik ben gestopt met roken. Dat is een van de dingen, dankzij Evie, klinkt heel raar, maar ik ben gestopt met roken. Verhaal werkt als volgt, ik was op 11 jaar in Harzuin, dus in Utrecht. En ik heb zo'n Evie plusje, die kan nogal heel erg boos kijken. En na een tijdje komt er dus echt, volgens mij was dat, hoe heet hij nou, Siebe heet hij. Die pakte dus de Evie vast, die pakt hem zo voor mijn neus. Rekt dat gezicht op mij en zegt zo van, wil je nou niet dat jouw baasje stopt met roken? Rekt dat gezicht dus recht op mij. En ik was al van plan om te minderen, omdat ik vond het zelf irritant, echt verschrikkelijk, als ik ergens als Mario stond of wat nou als Pokémon trainer, om dus te zeggen van, hey, nee, dat vond ik al zwaar irritant, dus ik wou het al op conventies eigenlijk al niet meer gaan doen, maar ja, dat zijn de meest stressvolle momenten. Dus ja, toen dat moment, ik denk bij mij, prima, ik ga het aanpakken, ik rook bij mij niet meer in de auto, ik rook niet meer bij mij thuis, dan moet ik echt naar buiten toe gaan voor... Moet ik dat hele slechte gaan doen. Echt serieus, ik begin er niet aan, jongens. Maar om een lange ding nog langer te maken.
ik kwam dus thuis na dat evenement. Ik sta dus buiten, probeer dus inderdaad een checkje te draaien. Ik neem één hijsje, ik ging over mijn nek. Ik kijk naar binnen, ik zie het gezicht van Evie zo boos naar mij kijken. Ik heb de peuk weggegooid, checkbal weggegooid en ik heb sinds dat moment dus niet meer gerookt. Dus 2016 is daar al een heel goed punt van. 2016 is ook de geboorte van Stevie, de Pokémon trainer, die we dus ook een paar keer nou gezien hebben. 2016, ook de Eevee-verzameling ondertussen, qua plusjes, qua entertaining die ik gedaan heb, mensen die ik heb leren ontmoeten. 2016, nou, een boost in subscribers. Ik zeg al, ik vind alles best zolang ik jullie maar blij maak met de video's. Hè. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Subs, het is een nummer. Dit zijn mensen die voor mij staan. Bij Dutch YouTube Gathering had ik ook in één keer heel veel mensen voor me staan. Gigantisch wel. Ja, dat was echt zo. Oh, dit zijn best wel veel mensen, maar ik leef gewoon, daar doe ik het voor, dus ja, ik heb elke keer eigenlijk een beetje zo op de first look een speech, ik weet niet waarom. We want more. Oké, nou, 2016 was ook het jaar dat ik weet niet hoeveel evenementen heb gehad. Ik heb 11 jaar gehad waar ik nog nooit naartoe ben geweest. Ik heb Castlefest gehad waar ik nog nooit naartoe ben gegaan. Nishikon viel wat vroeger, maar ook zoveel gezelligheid gehad. Zoveel contacten ook met Erik, onze Magikarp trainer. Die is ook volledig meer mee in de YouTube video's gegaan. Met de vlogs is hij meegegaan. Onze presentatie-ex met Weerwolven van Wakkerdam of gezelligheid. We kunnen gewoon echt bij een evenement voelen wij ons eigen ondertussen gewoon een deel van een evenement. Voornamelijk bij Tomo's ook heel erg. En waarom? Niet voor fame of wat dan ook, maar gewoon we laten mensen lachen en dat doen wij graag. En dat, daarom doen we dit ook. Dus ja. Ik bedankt jullie, echt serieus. Jullie maken het mogelijk. Ik wil ook richt even op jezelf. Jij maakt het ook mogelijk. Hè? Jou nou, ja, Abby. Hallo! Selfie gaat gaan. Ja, helemaal goed. Ja, zo goed? Ja, helemaal goed. Dat is echt. Ja, cameraman. Ook leuk om te doen. Camera Elm. Ja, professor Elm. Dit wordt een thumbnail. Wacht even, blijf zo. Ja, Robin, je moet even een beetje bukken. Probeer even bukken en dan Charmander omhoog houden. Nee, bukken. Gewoon op de knietjes en Charmander omhoog houden. Ik krijg zo'n knop. En we hebben een thumbnail voor de video. Alsjeblieft, maak je foto. Nou, gezelligheid zit er wel in. Dat hoort zo. Ja. Heerlijk gezelligheid. Ja. Ik bedoel, mijn rotkop die zie je genoeg al in mijn video's. Dus. Ja, daarom. Kijk, van die rotkop. Nee, jou niet van die rotkop. Jou gewoon van de snor. Ik heb je al lang door. Ja, je bent van je lucht. Je van snor of scheren en daar op een kopje eigen hoofd. Wat? Snorharen verkoop. 1 euro per snorhaar. Nou, I know your deep dark secrets. Nou, het leukste is, je hebt daar een hele leuke, daar aan de achterzijde, daar heb jij nog een hele leuke herinnering. Ja. Doos! Dat hebben we zeker. Was dat Hulk Smash? Hoe zei je dat? Ze noemen het Hulk Smash, maar het is gewoon de Erwin Smash. Ja, nou zeg het nou nog eens een keer zo even lekker die Erwin Smash. Niet springen, want echt serieus, ze hebben al een gat daar. Maar doe eens heel eventjes gewoon de brul van Erwin Smash en dan de brul. Nadat er een doos staat, ik dacht van, dat is een doos. Daar hou ik niet van. Dus ik ga het schoonpakken. Gewoon een dikke smash erop en dan... Maar het was toch meer... Dat hoor je pas als ik er echt helemaal in zit. Dus als je een doos vindt, hij gaat kapot. De doos wordt van mij. Je had echt bij de goodie hun doos zijn. Je had bij de goodie hun doos zijn. Ik gooide een doos. Oh, dat is een zo. Wij hebben bij Erik met Virtual Reality te keer zien. Ja, nou echt serieus. Kijk uit voor de muur, kijk uit voor de muur. Dat gaat je moet veel eigenlijk. Ja, nee, toen was de camera niet paraat. Ah, heerlijk hoor. De tweede keer blijf ik enthousiast, dat komt goed denk ik. Ja, nou, hartstikke leuk. Dus tot zo! Tot zo! We'll be right back.
Nou, wij hebben ontiegelijk veel gezien bij First Look. Ik heb echt heel veel stands gehad. Meer dan dat ik eigenlijk in voorgaande jaren heb gehad. Het is zeker enorm gezellig geweest. Nogmaals, ik vind het persoonlijk helemaal van Nintendo. Maar ja, get over it. Voor de kijkers alvast. Dit is de laatste keer dat ik als Mario er naartoe ga. Ik wil volgend jaar echt Stevie een keertje meenemen naar First Look. Dus volgend jaar komt Stevie, de Pokémon trainer, naar First Look toe. Zoals jullie weten, 22 en 23 april is dus de Dutch YouTube Gathering. Daar zal ik ook aanwezig zijn, mits er niks tussen komt. Dus updates die volgen gewoon op de beschrijving van mijn kanaal. Dus heb je nou precies... Voice crack! Jongens, ik heb 2 dagen Nishi erachter achter elkaar gehad en nou weer First Look. Mijn stem is echt helemaal op. Maar... Dus heb je nou een leukste momentje, een leukste stand? Laat dat weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Niet te vergeten in je reactie te vermelden Black Desert als je dus zo'n code wil hebben voor 7 dagen gratis te kunnen proberen. Dus hashtag Black Desert. Hashtag, vergeet ik de hashtag? Hashtag Black Desert. Hashtag Bless. Bless. Daar wil je geen code mee, maar bless. Daar wil je wel met mij een duimpje omhoog mee, maar Black Desert, dat is gewoon... In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken naar deze video. Misschien dat ik jullie tegen ga komen bij First Look 2017. Wie weet, misschien komen jullie nog wel bij een ander evenement tegen. Evenement waar ik aanwezig ben, staat op de beschrijving van mijn kanaal. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie nog echt een hele fijne dag toe. Ik wil heel eventjes een special thanks naar onze Airbnb. Dat is onze cameraman geweest. En... De geweldige professor Elm. Zo, dat moet zo, gekomen. Een hele kleine special thanks naar Robin voor af en toe ook even te assisteren. Enough. Wat was het, Robinski? Nee, zeg maar Robin. F*** this shit up, man. Hey, Paul Kruid! Yes, ik ben het! Je is verkeerd aan te kijken! Ik hoor... Zeg maar Batman. Zoep Batman. Nou. Doei! Jongens, bedankt voor het kijken! We gaan gelijk weg van Zoep Batman! Ik heb geen zin om bij Zoep Batman in de gang te blijven! Dus heb je het leukste momentje niet vergeten! Hashtag Black Desert in de reacties! Bedankt voor het kijken! En tot de volgende keer!